ABAP-voorzitter Ronnie Brunswijk heeft bewoners van Mungo beloofd dat er spoedig duurzame ontwikkeling komt in het oosten van Suriname. De politicus zei zaterdag tijdens een persconferentie van de ABAP in Mungo dat er deze week een aanvang wordt gemaakt met het verkavelen van een groot stuk terrein in het gebied. En dit is de ontwikkeling van het comité Ahisanang. Maar natuurlijk, zo'n PC. Voorzien ook iets aan ontwikkeling voor staat PC. Maar we maken mooi dat die alles voor staan aan om jij ontwikkeling. Ja? Maar dat is niet zo. Als je nu komt, kom je als je kaba. Ja? Tama, last one. Tama, je hoeft niet aan PC te doen. Boek je het daar, we boeken je dat king. Dat we pakken staat je. Kafel, kafel, kafel. Dat je papier erin moet. Alas, we moeten naar baas. Dat want ik wel, boos om. We boeken ik een bakker, we zien een bakker, no, no. Look wat ik er ja. Zodra ik de keer ik zie een nummer. Alas, maar ik zie een nummer aan straatnaam. Je wilt bij jou dat Apache Gosso, Augusto, Augusto, Afute Alibanda, dat we kunnen zeggen, dat we meteen Gosso, zo. Brunswijk zegt dat de huidige regering niet zoveel zal beloven als de vorige regering. Het regeerteam zal meer werk uitvoeren om Mungo en omstreken weer in hun glorietijden te brengen. Brunswijk stelt dat hij op het juiste moment in de juiste machtspositie verkeert om alles dat voor de verkiezingen is beloofd uit te voeren.